Onder grote belangstelling wordt de eerste van de twee potvissen die in Zeeland zijn aangespoeld op de kade van de Parkhaven in Rotterdam gehesen. De kolossen zijn aangekocht door het Natuurhistorisch Museum in Leiden en door de sleepdienst, voorheen Piet Smit, naar Rotterdam gesleept. Om de kosten te bestrijden mag het publiek de hele operatie, inclusief het fileren van de vreselijk stinkende kadavers, komen bekijken. Ondanks de afgrijselijke stank zijn er veel kijkers gekomen die dit bijzondere spektakel niet willen missen. Dit exemplaar, uit Terneuzen, is ongeveer 16 meter lang en heeft een gewicht van circa 35 ton. Men heeft geprobeerd om met andere, het in Breskens gestrande kadaver, bij hoogwater los te trekken, maar het is toen door het rottingsgas kapot geklapt. Daardoor moet men voor het transport nog voorzieningen treffen en zal het kadaver een paar dagen later arriveren. Al dat rottende vlees en spek zal worden verwijderd door het destructiebedrijf van Wede Kroes in Overschie. De verwachting is dat ze daar enkele dagen over zullen doen. Daarna zal het skelet geprepareerd worden door het museum, waardoor het dan het eerste volledige skelet van een potvis zal zijn in Nederland. Deze film is samengesteld uit filmbeelden van Polygoon en een onbekende filmer en afkomstig van het Stadsarchief Rotterdam. De tekst is gebaseerd op een artikel uit de Maasbode van 1 maart 1937.